wat hier allemaal staat. En, ja. Oh, top. Ik heb nog nooit zo'n tafel meegemaakt tijdens een iets wat we aan het opnemen zijn. Ja, we moeten ons is altijd aangeleerd om goed voor je gasten te zorgen, toch? Boys? Ja, topper. Zeker. Maar daar heb ik een goede eisen. Moet ik wel zeggen, dat en dat is niet cliché bedoeld, dat is geen gast. Dat Dreddy had aan de tafel al jarenlang. En dit is geen gelegenheid om... In ieder geval, ons beroep heeft niet ons bij elkaar gebracht. Wij kennen Gelly al vanaf vroeger. We zijn één groep. En in die zin is het ook gewoon... eigenlijk is alleen de setting anders. Maar het lijkt als ik... voor mijn gevoel is het alsof we gewoon thuis ergens aan het chillen zijn. Een paar jaar geleden kon dit gewoon in de huiskamer zijn. Ja, juist. Heel lang geleden. Ja, of op zolder in de Wagenerstraat bij wijze van. Destijds. Weet je nog? Met de, hoe heet die artiest? Hoe heet die? Ooska. Jetski. Borniski. Borniski. Ze hebben mij die foto heb ik nog vaak in mijn DM gekregen, man. Maar heel veel mensen die zich afvragen of ik dat wel ben. Ik ben wat kilo's aangekomen. Welke foto? Met die motor. Toen je nog geen rijbewijs illegaal rijden, weet jij nog? Nee, ik had wel mijn rijbewijs. Ik heb het gezegd, joh. We hebben onze eigen talkshow, man. Moesie. Ja, man. Toppers, man. Ik ben fucking trots op jullie, man. Mag ik dat zeggen? Nee, wij zijn trots op jou, gooien. Hey, jongens. Jullie weten het, hè. Veel mensen, wat ze niet weten, wat we gelijk uit de lucht... Ik moet me wel corrigeren als ik dingen fout zeg, hè? Ja, want ik betrak mezelf later nog wel eens op foute dingen. Ja, zeggen. Ja, op stijlfouten en alles. Maar ik heb ze gezegd, jongen, wacht maar tot de dag bij die DVD zit. En dan moet je me betrappen op een stijle spel of grammaticale fout. Het verhaal hier, ik zei, wee James Bond, wee. Ja, lekker. Drop Corine ook voorop. Ate. Maar je hebt Corine mee door. Ate, ate, laat me staan. Ate, ate, ate. Ik moet dit even. Anders kijk ik onder. Zo, zo. Hoe is het? Die Carolin. Ja. En het halve knauflook. Ja. Al piper. Ai. Al kamkamer. Ate. Al perinetje. Al corne. Dat is de videoclip. Althans, die ik in april vorig jaar, Smith & Wesson, die heb ik gemaakt. Althans, die heb ik verzonnen en bedacht samen met Hamza. Bij hem thuis in de woonkamer. Dat was mijn debuutsingle. Ja, dat wisten jullie niet. Ja, dat weet jij. Ja, ja. Ja, mooi. Dat kan je niet weten. Nee. Dat is zo speciaal. Dreddy ook. Ja. Dreddy? Ja, Dreddy ook. Invloed, iets. Maar dat is niet... Die experiment. Serieus. Dat is niet dingen. Dat is niet om hem zo lekker te maken. Nee, maar voor mij is het logisch. Ja, maar jij weet dat, maar de rest weet dat niet. Nee, het klinkt niet raar. Ik bedoel, ik snap dat als wij allemaal hier aan tafel iets met beeld en met regie en dat soort shit willen hebben, dan vallen we terug op de chef. Ja. Jij geniet nou, hè. Je maakt het fucking En jouw invloedgehalte gaat nou wel... Kijk, Jesse, kom ik dadelijk op terug. Niet doen, gooi, ik wil ook iets over Jesse, dat wel heel invloedgehalte. Mag ik wel even weer terug op... Ja, we haken veel aan. Ja, maar inderdaad. Wat hij precies heeft gedaan. Want ik weet wel dat jij hebt meegewerkt. Of tenminste, je hebt hem wat tips gegeven. Maar ik wist niet dat jij... Nee, we hebben... Veel technische tips? Of? Nee, we hebben... Toen we gingen bedenken wat we daarmee gingen doen. Ja. Zelf die nunchucks heb ik van jou, man. Weet je wat het is? Kijk, luister. Ik kom nu heel vaak mensen tegen dat wanneer ik ze een mening vraag, dat ik een mening krijg die ik graag wil horen. Snap je? Een sociaal gewenst antwoord. Juist. En dat heb ik bij Hamza heb ik dat niet. Lachstukken, goeie al. Hamza is objectief, weet je, hoe dan ook. Die zegt van ja, en dat heb ik soms wel even nodig. Ja, precies. Ja, want daar word je sterker van natuurlijk. Daar komen die blinden. Je hebt het goed lekker gemaakt, IJsman. Ja, toch? Want dat is waar. Dat is heel erg zelf wel als grondlegger. Hoe zien jullie zelf, zeg maar? Als je zo naar jezelf kijkt. Kijk, bro, als ik naar mezelf kijk en ik denk van, je weet toch, liedjes, ik kan mijzelf ongeveer inschatten waar ik ongeveer ben. En als ik ook qua gage ga kijken, weet ik ongeveer, oké, hier zit ik dan. Maar jullie dan? Ik vind het moeilijk om over mezelf te zeggen. Ja, zit. Ik vind dat niet moeilijk. Ik vind dat wij zware grondleggers zijn. Zware grondleggers. Ik durf ook recht voor iedereen zijn gezicht te zeggen dat wij gewoon de beste zijn in datgene wat wij doen. En dan ga ik uitleggen wat het is. Wij zijn geen stand-up comedians, wij zijn geen reguliere acteurs. Wat wij doen is typetjes
of sketches of personages. En dan als ik naar Hamza kijk, is hij bijvoorbeeld ook nog eens wat een extra toevoeging geeft. Kan hij ook bekende mensen nadoen. Hè? Dus ja, de mensen hebben het al eerder gezien, maar ook gewoon mensen random uit de maatschappij. Als je mij vraagt van de Marokkanen, of Marokkaanse Nederlands, of überhaupt van de niet-westerse artiesten. Allah, niemand komt in de buurt. Vind ik ook, man. Zwaar de beste. Natuurlijk, ja, Allah vind ik echt. Weet je, jullie hebben. Nee, maar jullie hebben zoontjes. Uit personages die jullie hebben gecreëerd, zijn hele programma's ontstaan, bro. Heel die Turkije nummer 1, want die mensen vergeten nu al waar die vandaan komt, hè. Terwijl een toomatje moet er 2 Marokkanen, of 3 Marokkanen uit Brabant, of uit Brabant is toch? Mag ik zeggen, Veghel United in Bosnië, mag gewoon Brabant. Ja, je weet toch, ik wil niet haak dossen. Ja, maar toppers. Nee, maar hola, als ik zo ga kijken, toch? Ja. Denk na. Er zijn gewoon hele personages eruit gekomen, bro. Hele programma's, hele... Bro, mensen hebben hun carrière daaraan te danken. Aan jullie, vind ik. En ik vind het ook jammer... Kijk, luister, ik ben hier maar pas. Ja. Snap je, bro? Maar jullie gaan al die tijd nog steeds hard. En dan vind ik het wel jammer dat heel veel comedians jullie niet die... Ja. Ik weet niet of het erkenning is, want fuck hun erkenning. Ja, sowieso, man, die man die erbij home. Niemand betaalt mijn rekeningen. Ze houden daar als ik de kladder. Maar... Kan ik betalen met respect? Kan jongens, niks betalen ik krijg net een bericht binnen. Ja. Maar topper. Nejat Acebo zit in de studio. Ik weet niet bij welk programma. Met Peter R. de Vries en Adriaan van Toren. Oh. Adriaan. Ola, Nejat Acebo. Ze zitten midden in de discussie. En... Over wat gaat de discussie? Die zijn aan het kijken. Ja, over het coronavirus. Dat dan niet op Bas. Nejat Acebo. Nee. Ga niet Nejat Acebo dan maar. Even serieus. We waren net zo lekker bezig, Ola. Ja. Oké, maar jongens, ik vond dat bericht wel even belangrijk. Nee, dankjewel. Ga even doorlullen. Waar waren we gebleven toen het ging over de nootjes? Ja, nou niet eens over de nootjes. Oh. Waar ik benieuwd naar ben bijvoorbeeld, is... Wat maakt zeg maar, het verschil tussen, voordat je deze reuze sprong had gemaakt en nu... Wat is voor jou het wezenlijke verschil? Wat heeft jou misschien doen veranderen of juist niet? Of ben je juist bang voor of dat gaat veranderen? Nee. Het enige waar ik geen rekening mee heb gehouden en waar ik jullie eigenlijk ook een beetje kwalijk voor neem, dat jullie mij dat nooit hebben verteld, is dat die bekendheid op een gegeven moment irritant gaat worden. En hij wordt pas echt irritant wanneer jij opeens die sprong maakt en je krijgt dan heel veel mensen om jou heen die... Heel veel berichten, heel veel mensen en heel veel... Dat je jezelf gewoon op een gegeven moment gewoon in isolement werkt. Gewoon om alles uit de weg te gaan. Ja, dan ga je een beetje vluchten van die dingen. Je gaat gewoon een beetje vluchten van iedereen. En het is niet dat het irritant is. Maar kijk, vooral ik en jullie ook. Wij zijn grappige mensen. Ja? Nederland, wij zijn eigenlijk grappig. Ik wil zweren op alles, maar wij zijn echt grappig. Ja. Mag ik dat over mezelf zeggen? Bro, wij zijn Fato, broer. Ga spelen. Hola, ik lach om jou, jij lacht om mij, broer. Wij zijn grappig. Wat is het? Ja. Waar ik geen rekening mee had gehouden en waar ik nu wel heel veel rekening mee hou en daarom wat veranderd is, samenvatting, is dat mensen altijd denken dat je aan het lachen bent. Mensen denken altijd dat je vrolijk bent. Want zij zien jou alleen maar vrolijk. Als ik vrij mag zijn om wij te zeggen, moet je daar gehoor aan geven? Zeg je van... Toch doen, Ola, toch, zeer mij aan, ook al voel je het is, doen. Het is, kijk, toon je sociaal... Die hebt gemaakt, hè, Galid, hè? Ja, maar kijk... Juist, ja. Zeg je daarmee dat je eigenlijk dat niet verwacht had en daar een beetje min of meer spijt van hebt? Nou, spijt wil ik niet zeggen, maar ik had het niet verwacht. En ik wist ook niet dat het zo zou lopen. Kijk, vooral als mensen je mogen, en ik mag de mensen ook, en iemand komt naar mij toe, ik zie dat als compliment. Ja, en ik als compliment, ja. Dus ik ga sowieso blij met hem zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het oneerlijk aan diegene die ik net aan de lijn had, die ik helemaal vrot heb uitgescholden omdat iets niet uitkwam. En opeens zat er iemand, en daar ben ik opeens mooi weer aan het spelen, snap je? En om dat zeg maar echt in te perken, ben ik... Maar ik vind wel dat die mensen dat van recht hebben. Ja, natuurlijk, bro. Dat gesprek meenemen en... Galin, jij... Yassin, Hamza, Mustafa, Mo, Emin, jij komt er nog. Jullie zijn van YouTube. Jullie zijn openbaar goed. Ja? Bhalwalwa bro, mensen gaan je opkijken, ik wil Teheran. De bonken, ton Teheran.
وانت جالس لي 11 الصباح الوالد قاعد عيط لك قال لك شوف الحمار بارنا بيت ديزل تانك نتيز اوتو والكلب يا يا صاحبي يا بيلدي اوتو فاو نتيز خبرايك مشيتي غير بالزربه ديتي هذه هذه في الاخر ما درتي والو كيدي يا يا برايلوف توت توت 4 اور سناخس انا موتش نوخ اوبتريدر انا كومي تاوس انا نفيقك مع 9 الصباح اوتو دوت نيت اوكي Oh, jij moet blij zijn tegen die buurman die je daar gaat zien. En die buurman is niet van jouw buurman, hè? Is buurman van wat? Die heeft mij op YouTube gezien. Ja. Hé, hey, hoe is het? Ja, ja goed. En toen zegt hij: donder op van mij. Nee. Hou je bek aan, hamar, ik heb niet geslapen. Nou, je gaat tegen hem zeggen: mooi weer spelen, mooi weer. Maar waar is de grens? Dat bedoel ik. Bij mijn hele grens, lauwe lopen. Dus je gaat online altijd. Hey, blij doen met mensen. Oh. En kijk, luister, bij mij gelukkig kan je wel aan mijn gezicht zien of ik blij of niet ben. Top? Ja. Hamza, vind je dat een grens moet zijn? Bij mij is het anders. Ik ga jouw plek pakken, bro. Ik ga jou laten opstaan, dat je het liegen. Ik ga hoofd zijn. Ben je dat maar Not. Thomas, ik ben een hoofd. Jongens, bij de 84ste minuut de wissel. Ja, lekker. Dit kan alleen bij de Panatjes, jongens. De wissel, de studio, dat wissel. Online is het af en toe huilen is ook... Er wordt nu niet meer geruild. Ja, dat is zeker. Om terug te, in te haken op mijn verhaal. Jij, hoe heb jij al die bekendheid ervaren? En nu jij zeg maar een, nu weer helemaal vol erin gaat. En al jullie theatershows wel gelijk uitverkopen. Wat eigenlijk, dat is gewoon belachelijk. Want ik kwam in die beeld die ik heb gezien, bro, het is niet normaal. En ik zou er heel graag bij willen zijn morgen, maar dat gaat helaas niet door. Nee. Maar jij, hoe ervaar jij dat? En Yesin en Gelit, het is vooral voor Mstaba, jij ook? Ja, zeker. Hoe ervaren jullie dit? Ik heb niet echt veel ermee te maken gehad. Simpelweg omdat wij vaak vermomd zijn als typetjes. Dus zo vaak word ik niet herkend. Dus, wat rare typetjes. En ik heb sowieso een structurele lach op mij. Ik heb er niet veel moeite mee gehad. De jongens die kennen mij, ik ben... Mijn geduld is hoog. Yesin? Als ik even op... Wat wel... Yesin is echt belangrijk. Ja. Waarom? Mag wel? Laat ik ruimte. Dit is gepast, hoor. Dit is gepast. Een grote fout gemaakt. Ja, dan ik, kijk, nee. Sorry. Jullie zijn elkaar aan het aantikken nu, hè? Nee, ja, hij tikte mij niet. Ja, hij tikte me. Nee, kijk, wij zijn 8 jaar geleden zijn wij voor het laatst op het podium, stonden wij voor het laatst op het podium. En we hebben in, geloof in juli of augustus, hebben wij gezegd we gaan weer spelen in theaters. Zonder dat wij eigenlijk een filmpje hebben geüpload of wat dan ook, hebben wij die theaters uitverkocht. Dus als het gaat om waardering, is dat wel het moment dat wij dat soort dingen... Maar dat was helemaal niet zijn vraag, maat. Zijn vraag was... Nee, maar ik... Ja, maar ik... Hij zei dat net. Ja, ja. Dat wilde ik nog net even zeggen. Ja, kom op. Jij... Nou gaan we heel de tijd inhaken. Ja. Zo zie je dat zijn. Nee. Maar we bleven in de staat van de pijl. Vraag is hoe ik daarmee omgaan. Ja. Nee, hoe ga jij daarmee om? Hoe beleef jij dat? Wat ga ik ze? Wallah, ik kan horen niet. Zal ik het woord aan Mustafa geven anders? Nee. Kijk, het voordeel dat wij hier staan bij Beans, merken niet eens veel van die... Nee, wat we. Mag ik nu? Je bent het er min of meer gewend. Niet. Jullie mogen sowieso praten, ik zie het niet. Klopt. Je ziet het alleen als je de show hebt gehad en je bent daarna. Sta je voor de foto's met de mensen. Dat is het enige moment. Dat is helemaal niet waar, jongens. Jullie liegen allebei. Online jullie worden fucking hard herkend op straat. Ja, maar dat is iets anders. Dat is niet de bescheidenheid. Zijn maar gek. Zijn maar ik ben bescheiden. Jullie worden fucking wel herkend op straat. Wij kunnen net meer op straat. Wij kunnen niet meer op straat. Ik wilde het net nog verder toelichten, maar jullie geven mij de kans niet. Ja, stop zelf. Wat vervelend is, dan word je weer eens herkend. En dan is het. Dan is het, dan gaan ze smiespelen. Van is hij dan? Kijk, dat willen we horen. En hoe ga jij daarmee om? Ja, is gaat niet. Kijk, als iemand naar mij toe komt, als het geen smiespelen is en ze vraagt aan mij persoonlijk, dan heb ik daar geen moeite. Maar wanneer je merkt van heeft hij het nou wel over jou of heeft hij het niet? Mag ik inhaken? Nee, ja, is het een smiespelen? Is reuze mee. Dat wil ik dus zeggen. Dat is nu gewoon een was smiespelen. Was smiespelen. Emin, jij bent serieus met mij. Emin wil daar dan. Nee, smaak die Emin. Daar zit ik smiespelen. Is gewoon zo. Net zo ook in grote verstand gaan. Maar ik zag alleen dat mensen weten dat wij hier zitten. Net zoals je en Cantini. Dus je bent het al min of meer gewend. Mustafa. Bro. Dat is hem hoor. Dat is hem hoor. Kijk. Ik ga het niet hebben.
Ja, brother. Kijk, bonenos is de bedoeling van hun. Dat maken mensen een beetje gezelligheid. Ja. Ja. Dan kom je eruit van die problemen. Moet je eerst begrijpen. Dus het is moeilijk om andere mensen te blij te maken. Het is ook een kunst, te lachen. Het is een kunst om... Alhamdulillah, we zijn nou terug. Ons publiek is al terug. Als ik praat... Als ik praat, laat me uitpraten. Anders je hebt geen respect voor mij. Wat denk je aan de bolbar? Je hebt geen respect ook voor mij. Klopt. Dus betekent... Ja, die. Je hebt gelijk, toch, Mohammed? Kijk, wij willen dat... Alhamdulillah, ons publiek is al droog. Ja. Iedereen is tevreden. Wij proberen de mensen te lachen met goede manieren. Ah. Moet je jullie wachten dat borrelnotjes is netjes ook van de woorden. Zoveel familie, luister naar mij. Wacht even, daar heb ik echt oprecht. Mag ik iets praten? Ja, Olay heeft met dit te maken, belang. Ja, ik zweer het je. Waarom moet je praten en niet? We zitten met jou. Dit maakt met jou. Hou maar niet met mij. Ja. Ik ben met jou. Kijk, hij zegt nou van dat wij, wat hij bedoelt te zeggen, althans wat ik denk dat hij bedoelt te zeggen, is dat wij rekening houden met dat we enigszins een beetje met respect ons ding doen en dat we onze grenzen niet overschrijden. In jouw branche of in jouw vak lijkt mij dat nog moeilijker in de hiphop. Is het ook. Ja, en Holla, dat is ook niet om lekker te maken. Daar hou jij heel goed in de gaten. Als ik wat anderen allemaal zeggen. Onder de woorden die jij gebruikt, Gesalla, draag maar niet echt die schandalige en de dingen wat ik nog in de raad vind. Je raakt de kern, jouw clips, bevatten geen drugs, chicks, garbage. Sorry dat ik zit tussendoor. We slapen. Alsjeblieft. Ja, juist goed. Kijk, er is in Nederland ruimte voor alle genres. Maar wat wij net zeiden, wat jij doet nu, dat was het te weinig. Daarom zijn wij blij dat jij zeg maar ook deze kant van jou willen je bewijs zeg maar dat het ook op een toch wel iets van frisse manier kan blijven. Hashim Shouya, we hebben ouders, we hebben kinderen die naar ons opkijken. Ja, we hebben nederig blijven. We hebben iets wat altijd op YouTube blijft waarschijnlijk. Ja. Jij kan gewoon gaan, jongen. Ja, doe jouw ding. Dat vind ik niet kunnen. Holland vind ik nee, niet. Nee, dat maakt niet uit, man. Je gaat gewoon naar de wc nou. Wij doen toch precies wat wij zelf vinden. Gaan, man. Ja, maar dat komt denk ik ook omdat jullie fans... Ja. Holland, als we nou een list bedenken, terwijl dingen Jesse in weg is, kunnen we even iets leuks bedenken. Circus. Holland, Circus. En jij moet tegen jouw... Stefan. Ga maar zitten. Nee, ik vind ik had dat al honger. Die hapjes hier waren zo lekker. Kijk, maar ik heb je al lang door. Ja, wacht even. Ik heb je al door, hè. Jij komt aan tafel. Holla, jij komt alleen voor het eten. Noodle. Kom maar, Kom maar, een beetje eten, man. Nee, Noodle. Holla, dan had je Eddie. Klot. Noodle. Kijk, ik geef jou... Ga maar daar zitten, Stefan. Kijk, over de hapjes. Hé, die poffertjes. Kijk, zo zoek je aan dit. Kijk eens, jongens. Ga maar zitten, jongens. Met saus. Met zo'n zeker. Jalla, als ik jou nog hoor, nou, dan ga jij merken wat ik ga doen met jouw pop. Ja, gaan we zo. Jongens. Bedankt, hè. Ja, graag gedaan, Jesse. Onbehoorlijk, maar dat gedrag wel een beetje. Ja, dat moet je niet. Soms moet het draaien, hè. Ja, je hebt helemaal gelijk. Zullen wij doorgaan, heren? Kunnen wij onszelf zijn? Marokko of Nederland? Ik ga een mooie formuleren. Stel, je bent voetballer. Ja? En je bent in Nederland geboren. En, kom je met die? En jij krijgt een oproep van Nederland en nog niet van Marokko. Oh. Even wachten, ja, we gaan hem wel spannend maken. Maar Nederland drinkt en jij moet jouw keuze gaan maken. Je bent opgegroeid als Marokkaan in Nederland. Waar kies je voor? Yassin? Zullen we gewoon... Bij Yassin beginnen? Beginnen we bij Yassin en dan kom ik bij jou. Of wil jij op het einde, Gerrit? Ik vind van jou altijd van die mooie samenvattende conclusies. Vind ik van jou wel heerlijk. Man die jij geeft. Ja, dat maakt niet uit. Yassin. Ik zeg er wel bij. Ja? Doet zijn naam eer aan, hè? Je kan pas een keuze maken als je echt in zo'n situatie zit, omdat er dan andere dingen spelen. Ja, dat maar... Hij gaat gewoon antwoord geven. Ik ga antwoord geven. Ja. Mijn hart ligt bij Marokko. Dus? Marokko. Je zou voor Marokko kiezen. Al zijn ze nog niet langsgekomen. Ja. Oké, top. Denk ik wel. En jij, waarom eigenlijk? Dat zeg ik.
Omdat je hart ligt. Ik ga ook even naar de wc, kom maar aan. Jongens, we gaan allemaal naar de wc. Het is wel lastig om dat nu aan te geven, omdat je niet in die situatie zit. Ja, gooi je Hamza. We hebben een waardige vervanger. Gooi je ijs, ik ga voor hier. Nog meer. Gooi, ik ben vanaf... Mag ik? Ja, jij bent voetballer geweest. Jij hebt op hoog niveau gevoetbald. Ik denk dat jij dat het ooit wel is gaan spelen in jouw hoofd, toch? Dat je ooit, als mocht je die keuze moeten maken, dat je... Mohamed, wij zijn al vanaf 1990. Zijn wij betrokken bij het Marokkaanse elftal, bij ons in huiskamers. Ben ik met mijn vader Marokko aan het volgen. Dus dat is bij mij met de paplepel ingegooid. Ik kan me niet anders voorstellen dat ik zou wachten op het Marokkaanse elftal. Ik ben met mijn vader, kijk ik naar het Marokkaanse elftal. We kijken ook naar het Nederlands elftal. Maar anders. Maar met een andere emotie. Je was al blij met het shirtje van Marokkaanse elftal. En het voelde al. Het voelde al niet normaal. En je kan laat staan. Volgens mij. Een origineel shirtje. Met je naam erop. Er kan niks tegenop. Kijk. Je bent mijn vader. Dus je kan mijn vader niet kwalijk nemen dat hij. Dat hij meeleeft met Marokkaanse elftal, toch? Ja. Je zou zeggen van ja, maar waarom zijn die betrokken bij mijn Nederlandse elftal? Dat snap je. Dat kun je niet uitleggen, dat is iets. Mooi, maar hij was zelf ook voetballer. Dus als hij zeg maar, met die emotie naar Marokkaanse elftal aan het kijken is, dan wordt dat gewoon automatisch. Kan dan wordt je meegenomen. Ja. Marokkaanse elftal. Mustafa. Ja. Moet daar geen belang aan mee? Eerlijk tegen jou zeggen, 1 jaar met Nederlands spelen en 1 jaar met Marokkaans. Nee, kan niet. Het is een definitieve keuze. Ja, je maakt maar 1 keer die keuze. Nee, maak graad. Nee, maar eerlijk tegen jou zeggen, mijn hart zit in Marokko. Alleen de kinderen, als je hier geboren bent en groeit aan getuigen, dat is Hollands automatisch eigenlijk. Dat is Marokkaans, dat is groot fout. Als je hier geboren groeit, je bent Hollander. Ja. En dat, maar de keuze ligt aan de persoon zelf. Topper, Gelid. Ik wil eerst de stelling nog een keer goed horen, want er zit een addertje onder de gas. Stel, jij bent voetballer. Ja. En je bent klaar om je debuut te maken. Ja. Althans, je bent klaar om je internationale debuut te maken. Ja. Nederland is komen aankloppen, Marokko nog niet. Je bent een Marokkaanse jongen, ja. Geboren in Nederland. Ja. Wat kies je? Ik kan niet kiezen, want jij zegt alleen Nederland. Is het zo dat Marokko mij helemaal niet meer naar mij komt? Nee, zeker niet. Maar daarna komen naar mij. De geschiedenis leert. Ze staan allebei open. De geschiedenis, nee, nou nog niet. De geschiedenis leert. Ja. Een beetje op Boussoufa. Weet je dat nog? Ja. Dat Nederland al was gekomen en Marokko nog niet? Ja. Jij bent nu Mubarak. Maar je hebt nog niet gekozen. Wat ga je kiezen? Sabri Koen Mubarak, man. Dan zou ik gelijk voor Marokko kiezen. Of je het echt daar mooi, hè? Ja. Huilen bij Doefend. Huilen tegen Ivoorkust. Niet eens Ivoorkust, hè? Wah, klag, hè, Gerrit. 1998. Heb je gehuild? Ik heb als een malle lopen huilen, jongens. Heel bekeerd. Toen Noorwegen tegen Brazilië die vieze gelijk spelen. Heel vies. Tavares. Heel vies. Dus, duidelijk. Oké, 1998, nu we toch zo gaan praten. Echte Marokkanen zijn we toch? Ja. Of niet? Ja. IJs. Spelers. Ja. Moet ik ze opnoemen? Ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Jouw favoriete speler. De meest opvallende speler. IJs. Eerst verwisselen van plek, dan zet je hem op een plek hier. Dan ben ik geen host meer. En dan mag ik ook niet zeggen of ik voor Marokko of Nederland mag kiezen. Ah, zo is het. Ja, oké, jongens. We hebben even een rewind. Tijd voor de wissel. IJs mee. Marokko of Nederland? Ga niet. IJs. Leven is een feest. Marokko. Ja, duidelijk. Wat zijn we, jongens? Lekkere propaganda. Heerlijk bezig, jongens. Totaal, heel erg objectief vooral.
Toppers, ik hou van jullie. Heerlijk, heerlijk. Ja, voor mij hoef je niet dit te vragen. Ja, dat is bij Gali dus is het open deur en trappen. Ja, Marokko. Ja. Tweede keuze ook Marokko, derde keuze ook Marokko. Weet je waarom, jongens? Omdat het helemaal niet erg is om een Marokkaan te zijn in Nederland. Waarom moeten wij kiezen? Nou, dat denken sommigen toch anders. Ja. Waarom? Ja, maar kijk, gelukkig hebben we allemaal recht op een eigen mening. Ja? En mogen we allemaal lekker onze eigen woorden vormen en kiezen wat we zeggen. Toch? Waarom is het zo dat bijvoorbeeld in Amerika of een Engeland, waar mensen gewoon heel erg trots zijn op hun roots en dat samendragen met het land waar ze wonen dan, juist. Dus in dit geval Amerika of Engeland, waarom is dat wel zo acceptabel daar en waarom moeten wij hier kiezen? Althans, waarom voelen wij ons gedwongen om te kiezen? Waarom mogen wij niet voor het Marokkaanse elftal? Ik ga zeggen, denk ik, hoe ik het een beetje... Kijk, dan gaan we een beetje terug de geschiedenis in. En Nederland is een land van verzuiling. En even voor Moesie. Ja. Allemaal verschillend geloof. Oh, eentje zoiets, eentje zoiets. Segregation. Katholieken en de protestanten. Waardoor je heel erg in toch verschillende groepen soort van creëerde. Dus wel onder het mom en onder het dak van iedereen hoort bij elkaar. En de zogeheten democratie. Maar Nederland staat er wel in die zin bekend om dat er een verzuilingsmaatschappij heerst. Waardoor je een soort van hokjes krijgt. Denk ik, hè. En jij bedoelt niet ad hoc denken. Nee, en in Amerika en dingen, daar is panache, om even, daar is glutzeld. Vanaf vroeger zijn ze al gewend van elkaar. Daar is Afro-Amerikaan, dit is Latijn-Amerikaan. Dus de Italiaan. Ja, dus het is voor hun is makkelijker, denk ik, om een beetje die samenhorigheid gevoel hier. Die solidariteit. Hier wordt heel veel geschreeuwd om dat te krijgen. Die multiculturele samenleving, dat geloof ik allemaal. Wordt heel veel van de daken geschreeuwd. Precies. Maar in de praktijk is het inderdaad, en hoe lullig dat ook moet klinken, is het, als het een voetballer is, is het de Nederlandse voetballer. De Nederlandse Marokkaan. En als het inderdaad de opsporing verzorgt, het klassieke verhaal. Ja, een Noord-Afrikaans. Kunnen wij daar verandering in brengen? Hebben wij die macht? Wij moeten die macht pakken, Gerrit. Oh ja, en dan wordt ik wil advies geven aan de autochtone Nederlander. Die moet het niet meer zien. Als jij profvoetballer bent en ik kies voor Marokko, dan moet de autochtone Nederlander denken, daar ben ik trots op. Dat is een Nederlandse export. Juist. We exporteren. Nederland bestaat toch om de wereldwijde export en om hun handel. Ja. Wij leiden die jongens op. Ja. Wij pakken de gaven van de Marokkaanse en Turkse voetballers, namelijk het technisch begaafde. Daar voegen we discipline aan toe, want dat ontbrak het bij ons aan. Ja. En daar voegen we, organisatie aan toe. En dan pakken we dat als product in dit geval. En dat exporteren wij aan Turkije, aan Marokko. Ja, dat is iets om trots op te zijn. Hun kijken het denkend, kort denkend. Ja, maar daarbij is het ook nog hier. Je mag toch ook wel wat terug doen voor het land van jouw vader en moeder. Je mag ook wat ook daar moeten wij, sterker nog. Wij zijn toch gewoon maar een groeiende. Daar mag je daar niks meer voor betekenen wanneer En ze moeten doorhebben dat als jij je roots goed op orde hebt, goed weet waar je vandaan komt, trots op waar je vandaan komt, dan komt dat Nederland uiteindelijk ten goede. Waarom? Want dan vormt dat onze goede identiteit. Door dat getrek, je bent keihard. Dat alleen niet hier. Nee, ik was even afgehaald. Maakt niet uit, goddrag. Ga door. En als wij dan niet, als wij... Mshetli, ja. Nee. Kijk, de Marokkaanse voetballer wil graag spelen met Nederland. Maar weet je, terug naar de wedstrijd Nederland tegen Portugal. Weet je nog? Tegen Portugal. Toen die Marokkaanse jongens... Die speelde tegen... Boulahros. Boulahros. Hij speelde, iedereen is blij. Toen die grondekaart tegen Ronaldo, weet je nog? Zeker. Weet je wat zegt van mij die Nederland buurman volgende dag? Nou? Wij zijn verloren toch een Marokkanen die heeft Ronaldo vallen op de grond. En dat krijg je. Altijd ben je schuldig. Als je wil spelen... Wallah bro, als je wil spelen met Nederland, moet je altijd twee motor draaien. Twee motor. Je moet extra goed je best doen. Extra? Drie seconden. Extra best. TDI. Kijk, Salva de boer. Ja. De boer. Hij spint niet alleen maar. Hij gaat. Hij schreeuwt zo. En iedereen sporter is blij. Kijk, de boer was een van de beste. Hij doet zo. En iedereen doet mee, snap je? Omdat het grove mond. Marokkaans zijn belederd. Beleverd. Ja. Beleverd. Laat het houden. Veel beleverd. Ja, beleverd. Dat is de mol. Hoe lang hebben we? Nee. Ja of nee? Mustafa? Ik heb nooit klagen over Nederland. Die komt niet naar ons show.
Kijk, wij doen het best. Allemaal Nederlands taal, allemaal Nederlands actie, ja. Nederlands woorden, maar er komt weinig bij ons. Ja, nou, ik zie, ik heb nooit klagen. Er komen best wel veel Nederlandse mensen, toch? Maar ze zijn allemaal Nederlands. Ja, dat weet ik, maar originaal, Sabashev. Snap ik niet klagen? Sabesh Hare, Linda de Moor, die andere die slaapt altijd met haar boter op straat. Hoe heet ze? Patty Brett. Patty Brett. Nee, nee, Chantal Janssen. Mag ik hier? Waarom komt hij ook niet? Ik ga hier op inhaken. Nee, stop. Ik ben naar veel theatershows gegaan, ook van andere groepen en ook van al die andere comedians. Ik ga jullie zeggen, voor het gehalte Marokkaan wat jullie in jullie show vertonen, hebben jullie niet normaal voor wit publiek, hè? Je hebt dat niet door, hè? Want als ik ga kijken, want vorige keer, laatste keer dat ik er was, dat is niet normaal, hè? AT komt dus goed. Ja, nog steeds te weinig. Nee, ja, nou, maar dat weet je niet, maar... Dan moet je wel eerlijk zijn. Ja. Dat is oké, okay, ik weet niet hoeveel percentages, maar het zal wel meer dan 20-25% zijn, bro. Goeie, dat is een 77% is dingen, buitenlands. Ja. En die andere procent is... 4% meer. Nee, maar die gaan met die buitenlanders nee, op. Dat wordt toch beschouwd als... Dat is niet gek, geen galide. Ja, maar ik moet het wel zeggen, want anders gaan we eroverheen praten. Ja. En dan hebben we opeens een mening als een feit opgeschreven en zijn we doorgegaan. Dat gaan we niet doen. Dus daar moet je wel gewoon goed over zijn. Oké, okay, kijk, er komen heel veel Nederlandse mensen. En dat is ook iets om fucking trots op te zijn. Dat ze naar jullie toe komen. Maar dat is ook omdat jullie gewoon wel bespraakt zijn. En jullie kunnen gewoon jezelf duidelijk en kenbaar maken. Mustafa, sorry dat ik praat. Maar wallah, broer, jij mag mij haten wanneer jij maar wil. Wallah, ik slaap er niet onder. Nee, ik wil even zeggen met die woorden, omdat ik het ook niet mee eens. Ja. Wij willen meer Nederlands op ons show, is niet erg. Ja. Maar zijn we bezig. Ja, we willen graag ook Linda de Mol komt. Die vrouw die slaapt op straat op haar bij die zwerven. QC was er vorige keer. Ik zag QC daar vorige keer, ik zag die andere. Ja, zijn er gezet misschien bij. Chantal Janssen. Ik heb niet tellen, ga ik het voor hem. Het begin was keihard, geen emoties, jongens. Hou het gewoon. Ja, jongen. Vrij, jongens. Jongens, blauw oude kerel. Dat is niet eerlijk, Gerlin. Voort? Terug naar Hans de Beek. Nee, ik wil... Nee, zullen we even gewoon een paar minuten aan Mustafa geven? Dan kunnen we daarna gewoon door. Ja, klopt. Hamza, wil ik vragen? Ja, alsjeblieft. Altijd bij de moeilijke moment ben je rustig. Klopt. Compliment eerlijk tegen jou. Jij bent mijn favoriet, ongelooflijk. Ja. Bij de moeilijke moment... Je bent altijd slaan mij in de kapper, schop mij, yeah. Stopzegger, doe de moeilijke moment. Dat is weer samen. Ja, maar het is samen, maar als je met mensen niet draai, je een ander gezicht. Je hebt twee gezichten. Ja, lekker. Oh, de VR lekker. Oh, de VR lekker. Ik heb twee gezichten. Ik heb twee gezichten. Oh, de VR lekker. Ik heb vijf, ja. Dat dacht ik. Laat die vierde gebruiken met Hamza. Ja. Die vierde gebruiken. Hamza, ik wil vragen aan jou advies. Die de rustig, waar komt vandaan van de rust? Die rustig voor jou, altijd weer rustig. Eigenlijk ben je hard werken. Compliment voor jou. Maar nee, die rust voor jou. Ja. Volgens mij. Met zo meteen. Bro, Ola is het allemaal te vieren. Bro, ik ben Haprastra. Centraal station. ATLM. Ik ben hier in de stad, van binnen zoveel doen. Allemaal pak je de saus. Ga je het maar. Daarom pak je de saus van sneller. Maar ja, je moet rustig blijven. Moet iemand rustig blijven. Mag zes koersen paniek. Rustig, hou jullie rustig. Ik hoor jullie rustig. Ik ben alles behalve rustig. Nee. Je bent wel rustig. Jij hebt ook zo jouw momenten, maar ook jouw keer. Sommige momenten is anders. Nee, dit is wel een... Zo'n moeilijk moment. Als je kon, zeg maar, theaters. Moeilijk moment, Hamza. Dan is het droog. Ik ben met Mustafa eens. Hamza bewaart niet normale kansen. Ja, ik zie alles. Mag ik even inhaken? Wallah, Hamza moet laten. Hamza, geef hem. Maar wat wij doen, is goed. Ik wil iets belangrijks zeggen. Hou hem vast. Chaos. Ja, laat hem.
Hamza, mag ik? Ik ben trots op jou. Lach. Ja, lach. Hamza, mag ik? Ik ben blij dat ik mij draai. Wat zijn? Ja, je bent veel in slijm. Ik ben integreerd in Holland. De Redcheck. Dank u wel. Ik ben integreerd in Holland. Ja. Beetje slijmen, ja. beetje show, mopperen, twee gezichten. Ja. Kijk, ik heb een probleem bij de rechter. Weet je wat ze zeggen van mij, de rechter? Ga me houden, dat accepteer je houden, not there in the dossier. Ah, dit is Holland. Inception, dit is ja, receptie. Ja. Deze receptie. Ja. 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 Ik zweer je, dit is heel veel mannen in Nederland. Er zijn meerdere. Wie van de kijkers deze kan ontleden, Holland die krijgt van ons een cadeau. Emin. Emin kan je ontleden? Wat hij net zei? Zeg maar, vraag maar of hij oude doet. Dankjewel daarvoor. Ja. Klopt. Moet je even passen op de plaats wie? Dankjewel daarvoor. En je vanaf dag 1 sta ik achter zijn voetballende kwaliteiten. Klopt. Ja. Ja, maar ik heb hem. Dat is niet normaal. Eist hij nou op dat hij die heeft ontdekt? Nee, hij heeft niet ontdekt. Ik weet nog dat er een debuut werd gemaakt omdat hij tegen mij zei: Gelly, we hebben er één. Zei ik tegen hem: nee. Want wij zijn echt niet normaal vervent. Oké, maar daar eist ik ook iets op. Ik heb Frenkie de Jong ontdekt. Ja, maar even wachten. Voordat we naar Frenkie de Jong gaan. Ik denk dat ik toch voor de waarde. Ik moet nu even je muil houden. Ik zeg jullie eerlijk, bro. Ik ben hier voor mijn vrije tijd, hè. Holla, graham. Kan mijn gage blijven kijken. Je muil houden. Ik weet nog dat er iemand was die tegen mij zei. Er is een Marokkaan. Ja, met een linkerbeen. Waar hij u tegen zegt. Ja. Jij staat achter zijn voetballende kwaliteiten. Ja, dat is echt wat interessant. Ik heb nu contact met. Ik weet nog dat ik ging rappen over hem. Ja, ja. En ik kan jou zeggen dat zijn persoonlijkheid nog mooier is dan zijn voetballende kwaliteiten. Ja. Maar wat zijn wij blij? Dat we eindelijk een Marokkaan hebben. Nee, een aanvallende Marokkaan die bij Chelsea gaat voetballen. Ja. Luister, jongens, we hebben Benatia. Ik weet nog hoe blij ik was met Benatia. Matawelo. Osmehli Ahtar bedoel ik. Hou op. Ben Atiyah Ahtar, dat bedoel ik. Sorry, ja. Ah, die Lumpia, ik weet niet. Sowieso, dankjewel daarvoor. Yeah. Dus dat moest ik even uit de lucht helpen. Ik doe het voor ons allemaal. Hè. Ja, en dankjewel voor het scout van al onze talenten. Ja, zeker. Goeie Gerrit. Ja, ja. Jij riep mij net. Ja, klopt. Je bent het niet al vergeten? Nee. Zoveel. Ja, ik heb een vraag aan jou. Ja, ja. Vraag gaat hij het redden bij Chelsea, ja of nee? Nee. Laten we daarop doorgaan. Ja, ik pak hier een andere Aachen. Okay, ja. Anders gaat hij het redden bij Chelsea? Zeker. Het is moeilijk te voorspellen. Luister broer, hij heeft bij Twente, hebben we hem gezien, dat hij kan voetballen als een malle. Op hele rare, bro, niet normaal. Ajax hebben we gezien dat hij heel volwassen is geworden. Ja. Tijdens de Champions League wedstrijd hebben we gezien wat voor kwaliteiten daar in die dat lichaam zit. En als we kiezen voor Marokkaanse elftal en Nederlandse, dan mogen we eigenlijk blij zijn blij. Op de critici van dingen. Lacazette Assebo. En hij heeft een soort uit, denk ik... Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet zo heel zeker. Maar uit de rancune misschien iets. Zit een beetje van rancune in. Van Basten was niet op tijd. Die vond ik dan wel lekker. Zo van, als jullie niet komen, dan... daarmee zeg ik niet dat hij Marokko op tweede plek zet. Nee, dat denk ik ook hij niet zegt, zozeer. Hij zegt, het is een gevoelskwestie. Dat denk ik ook niet zozeer, weet je. Kijk, op gevoel. Ik hoop het niet voor hem, man. Van sommige voetballers weet ik denk ik wel gewoon, kijk, die denken wel na. Ik denk dat hij ook weet gewoon van wanneer hij gaat trainen met iemand of wanneer iets gaande is. Ja. En dan hij gaat, Mshashem, de sfeer, hij heeft gezien met al die... Is hij, wacht even, zeg maar. Hij heeft gezien. Snap je? Dit is van, ik heet Hakim en ze gaan me niet accepteren, dat is wat ze nu gaan. Snap je? Denk ik, hè. Mokro of Mghribi? Mghribi. 100 miljoen procent, ja. Jij kent hem?
Wie? Ik praat over Ziyech, ja. Maghrebi. Maghrebi, Maghrebi, ja bro. Ali B, zelfde verhaal. Maghrebi. Welke andere wil jij nog meer weten waar je twee over twijfelde? Nee, dan noem jij een mokroosel. Ik heb nieuws. Nee, dat is niet waar bro. Luister, als ik jou persoonlijk ken, dan gooi jij geen in. Ja. En iemand vraagt mij iets over jou. Ja. Geef ik precies... Ik geef eerlijk antwoord, anders geef ik geen antwoord. Oké. Okay. Ja? Of ik zeg ik weet niet. Anders is geen antwoord. Wanneer ik iets weet, dan kan ik dat. Is goed. Maar wat is het punt bij Ziyech? Ja? Dat bij jou binnenkwam als een Maghrebi. Wat is daar het verschil? Als een, bro, gewoon aan de manier van spreken en aan de manier van doen en laten, bro. Dat is gewoon een Marokkaan, dat is een onvervalste Marokkaan, of je nou wil of niet. Kijk, nee, ik heb je over zijn spel. Laten we het niet even over zijn spel. Zijn spel is Maghrebi, zijn spel is. Ja, dat is Marokkaanse. Kreatief, zit finesse. Marokkaanse finesse. Geef. Ik vind die jammer, die prijs. Niet duur. Is verkocht. Nee. Hoeveel dan? 1000 miljoen euro. Voor de beste speler van de... De beste Marokkaan. Voor de beste, nee. Sterker nog. Toch niet? Is die niet weinig? Mustafa is gewoon deze prijs van deze tijd. Ik zeg het ook gewoon. Voor de beste speler van de afgelopen 20 jaar. De beste Marokkaanse speler die we hebben gehad in de afgelopen 20 jaar. Is hij... is het eigenlijk niet... Wie anders dan? Ja, maar jongens, mag ik even? Ik denk dat Ziyech het beste moet nog komen van Ziyech bij het Marokkaans elftal. Ik zie Messi achter het tafereel bij Argentinië. Het moet nog komen. Nee, maar ik zeg, het is de beste. Dat is wat ik heb gezien. Ben je mee eens, Goya, dat dit de beste... Ik ben ervan overtuigd, dit is de beste speler, voor zover ik ken, maar er zijn genoeg andere talenten die meer hebben. Absoluut, wij weten wat Ziyech kan. Maar het is de beste Marokkaanse voetballer van de afgelopen 20 jaar, vanaf 1998. Met afstand. Met afstand. Is niemand zoals hem. Belhenda heeft dat niveau nooit aangetikt, hè? Nee, joh. Marokko moet dat goed beseffen. Als het over Marokko komt in de buurt spelen, Tarab komt in de buurt. Wat je wel aan hem afziet, dat vind ik jammer. Ja. Ik hoop het. Ja, dit wel, ja toch? Ja. Ik hoop alleen niet dat hij onzeker is, man. Want dan zie je soms. Ik hoop niet dat. Nou, als ik toch een kritiekpuntje of een aanmerkingspuntje, dan dingen. Wat ik soms wel jammer vind, is dat hij een beetje die geblokkeerde houding heeft. Dan wil ik niet zeggen daar dat hij misschien privé op die manier omgang heeft. Want jij zegt net. Dat verongelijkte. Ja. Dat hij zegt van, Gerdy zegt net van, lekker. Dingen, hij is op, hij is, wat zei je nou, hij is nog, zijn karakter is nog mooier dan je denkt. Ja, dat is voetbalkwaliteit. Ja, juist. Ja. Maar ik heb het ook over de spelerskarakter op het veld. Ja. Soms, heeft hij een beetje zo'n verongelijkte. Ja, die beetje, denk ik. Dat is wel wat ik een soort van aanmerking op. Kijk, om Ronaldinho te zijn, is ook weer het andere. Kan jij dit? Ja. Die maar echt plezier uit. Ja, maar dat is toch echt. Maar dat is karakter. Dat is toch echt. Hoe voel jij je vandaag? Ben je blij? Ben je boos? Dat laat je gewoon zien. Ik kan me ook voorstellen, ja, nee, maar luister. Ja, maar als ik school, dan ga je media tegen je hebben voor een heel seizoen lang. En je zal maar een publiek hebben die je. Waar komt dat vandaan? Dat de media. Als jij in diezelfde. Kijk, weet je, ik heb zelfs moeite daarmee soms. Nee. Weet je. Kijk, bij mij kan jij kan 100 goede dingen zeggen. Je zegt 2 slechte dingen. Die 2 slechte dingen blijven haken. Ja, daar ga ik over nadenken. Twee, hè? Op de 100. Moet je nagaan, bro. Dat is gewoon niet normaal, hè? Je moet fucking blij daarmee zijn. Deze discussie hoeven wij helemaal niet te voeren over zijn persoonlijkheid. Lano, hoe zijn persoonlijkheid is. Ik weet wat jammer zou zijn als je dat zou terugzien op het veld. Snap je wat ik bedoel? Jongens, even. Daar gaat het om. Ja, maar jongens, Jessin, ik kijk jou aan. Ja. Denk jij dat Denzel Dumfries rijp is voor een stap hoger op? Kan hij de Europese top aan? Dan heb ik het niet over de subtop. Denzel Dumfries. Ja, kan die wel. Opkomende back. Is de topscorer, mag ik even, is de, los van Malen, is hij nu de topscorer van PSV? Die jongen die blijft maar komen. Die scoort, die is superbelangrijk voor PSV. Ik denk wel dat hij er gaat komen. Krijgt hij credits? Nee, ik denk... Ja. Moet hij credits krijgen of niet? Ja, maar dat zagen we al toen hij bij Sparta speelde. Dat is allemaal voorbij gaan als een trein. Precies, ja, maar dat is, en hij is groot, dat fysiek sterk. Dat Verstappen er jaloers op zou worden. Hè? Zo snel. De fase snel voorbij. Van? Hij is belangrijk. Ja, maar heel PSV heeft pijn. Waardoor we gelijk doorgaan naar Mohamed Ihattaren. Jongens. Ja. Hoe voelen wij ons daarbij? Ja, maar hem moeten we niet bekritiseren. Hè? Die jongen is hoe voelen we ons daarbij? Hij vraagt het bewust op een manier. Dat inderdaad, ik voel me niet goed bij. Waarom? Ja. Of tenminste, niet goed bij. Ik gun het hem en ik respecteer zijn eigen keus. Maar hoe zou het zijn geweest, jongens,
Asmai met Ziyech. Hakimi. Ja. Man, wat een gouden generatie komt eraan. Zeg. En een serie. Hey, weet jij nog? Even wachten. Weet jij nog dat ik helemaal fan was van de serie? En jij, dat jij tegen mij zei van hou op, hou je mond. Heb je gezien? Ik was geen fan. Jullie fan van een serie? Nee, hij verdient wel credits. Nu wel. Door die stap met Sevilla invallen en doorspakken. Dit gaat er niet normaal, man. Het gaat er, tuurlijk. Dat is geen fan. Maar als het gaat er, zou jij dat niet doen? Maar ik begrijp wat IJs bedoelt. Hij bedoelt zeg maar dat hij... het is geen verfijnde voetballer. Nee, maar het is wel echt iemand die has de raya. Vol erop. Juist. Wow. Ik weet dat hij, wat, hij houdt van gras. Die type voetballer. Klopt, gras. Volle bakker op. We hebben nooit een spits gehad. Ik hoop dat hij zich gaat ontwikkelen, want nu is het veel te weinig. Links buiten van Malaga. Nu is het veel te weinig gooien. Hoeveel? Hebben wij een links buiten bij Malaga? Speelt hij nu? Bij Malaga. Nee, niet Hakimi natuurlijk. Dat is een serie, onbevangen. Dat is een serie. Oh, is hij dan? Ook dat links back. Oh, hij bedoelt de dingen. Waterpieter. Fezzer. Oh, Faisal Fezzer. Ja, Fezzer is 32. Die is klaar. Maar die speelt bij Getafe, toch? Of niet? Ja, die is niet meer. Ik ben in de eerste twee maanden ben ik getrapt. Ik dacht, ja, dit hebben wij nodig voor de kinderen. Dat is te veel van het goede. Veel te veel van het goede. Veel te veel Instagram. Badrari gaat weer vechten. Yes. Oh ja, klopt. Klopt. De laatste wedstrijd hebben we gekeken. Ja. Oh, anticlimax. Ja. Zijn natuurlijk mee eens dat Badrari en Rico wel even getantan. Dat hij wel even die cellen en een geven van ik hoef niet eens te winnen, maar I got you. Hebben die gezien? Ja. Dan kun je rest slapen. Ja. Hij werd wakker, moest hij weer gaan slapen. Helm zijn ers. Zijn oren houden zo. Dat was bij de eerste ook. Klopt, laatste ronde. Is misschien niet zoals de tweede. Ook, de eerste was ook alles. De eerste ronde was bij de baas. Hakkelen ze. Maar hij heeft Wat smaak niet. Klopt. Nee. Hij heeft me hier gepakt. Dat vind jij lekker. Oh, daar ging je niet zo van. Dat krak zin in. Ik voelde alles, man. Nee, ik voelde mij. We hebben een mooie. Dan wil ik graag weten waarom, maar Yassin. Om door te gaan. Yassin is gevoelig voor die shit. Ja, nee. Dat is jouw domein, maat. Ziet met ik chic. Hoe wat er net al? Shit. Ja. Kippenvelder away. Kippenvel, slow motion, water. Ik kon niet stilzitten. Wow. Ik voelde alles door mijn aderen. Ja. Heerlijk. Dat was ouderwets. Kim Beckett kunt vallen zijn in Marokkaans voetbal. Ja. 98, 94, dus ik kan het vooral zo'n match hebben dat ik zag. Zo voelde ik mij op het moment dat hij opkwam. Hij ging vechten. Maar. Les. Uiteindelijk, maar, niet vergeten, maar toch uiteindelijk net niet, maar toch wel. Juist, dat is mooi. We gaan even terug naar het begin. Babene, ja goed. We gaan even terug naar de opkomst. Ja. Verkeerd nummer hoor ik net. Nee, ja, maar hij begon lekker hè. Met het gevecht. Star Wars, zo. Hoe heet die, slechterik? Dark Vader. Dark Vader. Maar daarna toch Babene. Mustafa, Babini. Dat was ik in Vitalia. Zijn muziek. Goeie, dan lik ik maar naar Batam. Nee, lekker aan de vrouw. Nee, dat is het ogen niet. Ja, klaar. Is klaar. Was opkomst. Mijn haar allemaal staan. Kijk. Geen enkel haar naar beneden. Alles omhoog. Moussi, André van Duin of Abderalf? Wacht even, ik kom naar jou terug. Luister naar mij. Ik voel het zelf als de om van Badr. Je kent de om van Badr met die pitch. Precies, als ik dat ook heb. Ja, maar ik voel het nog steeds. Wat denk jij over het beleid Maghrebi? Maar dat is ook geen grap. Klopt, klopt. Alles voor mij. Weet je Badr als spits, was Mustafa als spits. Ik heb meer uit de knetter. Khalid al-Hamza. Fout nummer. Nu wil ik echt graag weten waarom.
Moet ik dan ook met een alternatief komen? Kijk, ja, nee, nee, maar ik wil weten waarom. Waarom? Voel jullie iets bij dat nummer? Nee, nee, dus, kijk, ik ga jou precies vertellen waarom. Ja. Stel je voor dat, dat België opkomt met André Hazes muziek. Oké, okay, omdat het Algerijns nummer is. Er is niks mis mee, maar ik heb niks tegen Algerijnen. Ja, maar is het wel dat met muziek dat wij zeg maar eigenlijk heel veel van Algerijnen dat het eigenlijk wel een beetje is? Nee, echt niet, nee. Dus liever Shabir moet toch nieuwkomers zijn. Geld laten, dat is een Marokkaanse dat net realisatie dat dat een paspoort mag hebben. Ja, wil ik terug dat Italië niet waar van Marokko, het gaat van Marokko. Dus je vertel je. Kijk, voor mij is Bottahari een triple A product. Zowel op als je het hebt over karakter en over zijn sport en over zijn hoe hij is als merk en alles. Zijn performance, hoe hij naar buiten optreedt. Ja. Maar dan vind ik ook dat hij ook wat betreft muziek. Maar dat is nogmaals, ja, dat is een smaakdingetje. Maar... Ik heb gezegd klaar met die gekke nummer, man. Ja, eigenlijk wel. Ik had het niet verwacht, hè, Babin. Ik vond het helemaal uit de hoek. Over welke nummer hebben we het dan? Olé, ik vind het... Ja, stouw nog niet. Ken je het nummer van Naïma Samih. Ja, Kazrahi, Zrit, Ujarit. Hier, de gezeventiene. Kapot maken. Kan je een stukje voor mij zingen, omstaan? Zullen wij klappen op dat? Ja, Kazrahi, Zrit, Ujarit. حتى شي ما عزيته فيك واسيت وعلش وداويت وترجيت الله الله يشرك خصو يدير En die pink van jou, ik eet voordat die bederft. Oké, Badr, doen. Volgende keer. Ja. En toen. En toen kwam die op. Eerste ronde. Ik denk dat Badahari heeft bewezen dat hij gewoon de beste kickboxvechter, dat hij de beste vechter is. Ja? En dat Rico deze klappen heeft kunnen incasseren. Hij heeft ze gegeten. Hij heeft ze echt gegeten. Voor mij is hij dan ook tegelijkertijd de beste atleet. Mooi, je hebt beste atleet en beste vechter. De beste vechter is Badahari. En de beste atleet, die heeft het langst kunnen blijven staan, is Rico Verhoeven. Maar Rico Verhoeven moet nooit meer gaan roepen dat hij... Nee, maar dat doet hij denk ik ook niet meer. Ja, heeft hij dat ooit gedaan? Hij moet. Ik kan niet, het zou ook raar zijn. Dat moet hij niet doen. Badrari gaat weer vechten. Daarom. Ja, tegen? Ik weet niet, man. Romein is het. Tegen die... Ja, een donkere Romein. Tegen, ja. Ja, hij is niet zo heel maar van het. Maar moeten die onderschatten of is het zo goed bij Ik denk nooit onderschatten, nee, want Anthony Joshua ging ook door die dikke Mexicaan neer. Ging ook door... Dus wat zeg je? Ik Badr. Ik heb geen verstand van kickboxen. Allemaal Badr, jongens. Badr moet wat zegt de Toto? Vandaag gaan we een lekker Toto Chamber naar de Toto-chamber. Badr, ja. Klassement. Johan staat op nummer 3. Johan staat op 3. Hij is een goede vechter. Ja, krankzinnig. Moes, krankzinnig. Echt een goede vechter. Wat ligt, wat ja, krankzinnig. Ik heb wel een vraag aan jou. Tuurlijk. Je bent nou met je carrière bezig aan het knallen. Ja. Waar zie jij jezelf over, laten we zeggen, 3 tot 5 jaar? Inshallah. Hou op met mij. Ja, nee, ga niet. Inshallah. Dan heb ik denk ik, dan hoop ik dat ik wel een paar eigen films heb gemaakt dan. Ik hoop dat ik niet meer rap dan, al. Oh, maar dat ik nog wel in theater sta. 3-4 jaar. Wat zei je? 4-5 jaar? Wat zei je? 3 tot 5 jaar. Yo bro, laat me gewoon dit helemaal uitwonen. Ja. Ik moet niet arrogant. Kijk, luister. Ik heb net... Nou, is dat jouw doel, film? Ik wil een film maken, ik ben al bezig man bro. Ja man, dik. Super hard man, weet je wat, we mogen het zelf beslissen, gooi je zin, eindelijk, snap je? Dat je regie letterlijk en figuurlijk in je handen houdt. Maar laat ik even voor mezelf ook even heel duidelijk maken, toen ik net zei van dat ik hier gratis ben en dat ik eind zat, dat was een grapje. Dus ga het niet als arrogantie nemen of iets, weet je? Weet je wel, nee, zeker niet, want jij weet wanneer je me hebt gebeld hiervoor en dat ik gelijk ja heb gezegd, ongeacht. Ik weet niet, toch? Ongeacht, hè? Ik hoef er niks meer te horen. Ik sluit me bij jou. Laat ik vind het gewoon niet vind voor jou.
Dankjewel, goeie ja, Mustafa. Ik was altijd al fan van jou. Dankjewel. En de dingen, het is, dat sowieso, je hebt gelijk, ik heb me gelijk toegezegd dat je komt en je hebt je woord gehouden en daar willen we jou ook oprecht voor bedanken. Dankjewel. Dat het niet al te veel lekkermakerij wordt. Je hebt een korte aanloop nu. Mm-hmm. Wat zou jij nu, terwijl het nog maar kort geleden is, en je moet veel achter elkaar keuze maken, wat zou je terugdraaien? Dat je denkt, daar heb ik een slippertje gemaakt. Ik heb in het liedje Drerry, heb ik na de eerste verse, heb ik een woord gezegd waar ik, waar ik nu eigenlijk van denk, had ik dat niet gedaan. Okay. Niet zo, eigenlijk wel zozeer, omdat het... Ja, maar kijk, dat jij daar alleen al daar, ik weet waar je op doelt. Ja. Dat alleen al dat jij, het feit dat jij daar mee zit... Kijk, weet je, kijk, er is geen toegevoegde waarde daar. Mm. Toen ik ook mijn clips ging schieten, toen was eerst alles in de handen van het label. En laat me ook gelijk voor alle mensen die... kijk, Ali B staat, is het eigenaar van, die, van het label. Maar Ali B is een heel druk iemand. Dus een directie, die fixt alles, toch? Dus ik had met die mensen, die gingen dan voor mij Smith & Wesson toen schrijven. Voordat wij hem gingen doen. Hé hey bro, Gucci patches, dat heb ik ook verteld, toch? Hash, roken, chickies, dit, dat, bro... Oorlog is het geweest. Om dat allemaal eruit te halen. Omdat ik niet overtuigd ben van de toegevoegde waarde daar. Ja. Waarom moet ik dat zetten? Als ik dat nou niet zet, heb ik dan minder views? Ik denk het niet, hè, bro. Ik denk dat ik meer views pak met mezelf zijn. Net, weet je, net als hoe jij denkt van, luister, ik ga dit typetje gewoon doen. Ook al komt de controversie van, of maakt niet uit. Ik vind dit fucking grappig. En dit is gewoon kunst. A la Jiske Petola, maakt niet uit. Ja. Die is haptarig. Dan doe je het ook gewoon. Snap je? Ja. En ik heb wel, daar heb ik wel spijt van. Dat ik soms woorden heb gebruikt waar ik nu niet meer achter sta. Maar dat is vooral omdat ik ook heel veel kleine kinderen in de supermarkt tegenkom die opeens die woorden gaan doen. Mm. Bro, ik zat op een bruiloft een paar weken geleden. Allah, er komen kleine kindjes. Weet je waar ik bekend van ben? Ik heb, kijk hoeveel moeite ik heb gedaan voor deze muziek en alles. Zeg gewoon je clip, zeg je Gelid. Hij komt naar mij toe en zegt tegen mij, bro, CNA, net als je moeder. Want het is je veh. Ja. Ja, alhamdulillah hebben we je moeder gezegd. Ja. Stel je voor, ik had nog een. Snap je? Ja, maar de context was lekker, hè. Ja, heerlijk. En waar gebeurt? Oh, fucking mooi, bro. En als je nooit samenwerkt... Nee, dat bestaat niet. Ja, maar kijk, nee, maar bro, bestaat niet dat goeie Gerrit? Ja, heel breed pak. Waarom, maar bro? Waarom? Ik durf mij uitspreken, maar mij met wie zou ik nooit werken? Ja, gewoon nooit. Zeg, met die ga ik gewoon niet werken, klaar. Als je omdraait, met wie wel? Ja, dan krijg je... Nee, ik vind krijg je dan sociaal wenselijk antwoord? Ja, ik heb net gezegd dat ik zeg van... Gaat hij diegene dan niet omlaag? Ja, nee. Wie? Wie? Dan moet je gaan nadenken. Ja, maar kijk, oké, dan heb je het over... Waarom omlaag halen? Nee, maar wie dan? Wie zou jij denken? Wie? Met wie zou je niet samenwerken? Met andere woorden, met wie heb je een hekel? Eigenlijk wel. Nee. Maar uitspraak je gewoon niet. Wat is het nut van deze vraag? Misschien wil je wel geassocieerd met ik ben ook benieuwd. Dat denk ik voor mijn mensen wel een interessante vraag, toch? Daarom zeg ik dat is een hele mooie vraag. Ik ben benieuwd. Nee, ik kan me niet 1, 2, 3 hoelen uitschijnen. Dat is geen politiek correct antwoord, hè? Ik weet dat je dat niet doet. Dus van de mensen die ik ken, met wie ik luister en zo, is gewoon goed, man. Kijk, luister, bro. Als jij gisteren bent begonnen met rappen en ik kan jou niet zeg maar die ruimte geven om met jou liedjes te maken, kan ik gewoon eerlijk met je zeggen. Had je dat idee wel daarvoor? Wil je het gewoon laten zien? Ja, zeker. Ja, Ngoleli, kom maar bro. Ik had eigenlijk, ik had driekwart van deze rap scene afgeschreven. Maar toen was ik daar. Oh. En toen zag ik hoe moeilijk het was. Toen zag ik hoe moeilijk het is om als muzikant jouw brood te verdienen, terwijl heel de wereld denkt dat je kapot veel money hebt. Terwijl dat helemaal niet, is niet. Snap je? En nu, toen zag ik hoe moeilijk het was. En toen heb ik best wel veel respect gekregen. Maar buiten dat ben ik ook heel veel mensen persoonlijk tegengekomen. Die je eigenlijk alleen maar van je muziek kent en dan kom je persoonlijk tegen. En dan bro, je mening verandert. Met mijn mening dan. Met welke featuring was nu tot nu toe het beste, meest prettig werken? Lange. Ja, dat was perfect, ja. Allemaal eigenlijk een beetje, man. Misschien met Lange alles, Frans. Met alles wat ik... Nou, wat was je reuze? Ik weet niet meer. Met Lange Frans. Met alles wat... Dat is ook logisch. Ja, je gaat passen met iemand werken als je een beetje daar een goed gevoel bij hebt. Bro, met die mensen met wie ik heb gewerkt, heb ik zelf benaderd. Ja, daarom. Snap je? En maar mijn tweede tape is klaar. Die komt ook, althans, een paar singles over een week en dan twee weken later weer. Ja, dan weet je al afklappen aan de kijkers wat voor soort het is. Is het echt een ijs-sound? Het is sowieso ijs-sound, bro. Maar ik ga ook met een paar nieuwe dingetjes komen. Okay. Maar heel veel solo vooral. Laat ik daar de nadruk op leggen dit keer. Jij geeft het topje van de ijsberg. Nee. Ik had, bij de eerste tape had ik ook niet heel veel featurings. Maar toen is het mij geadviseerd door... Door een paar hele invloedrijke mensen die hebben gezegd van luister bro, het is misschien ook goed om even te kijken waar je staat in de markt. Mag ik ga jou even ook een ding eens opbouwende kritiek iets? Mag. Opbouwende vraag. Jij hebt te weinig. Ik rap te weinig. Ah, bro, dat is gewoon wat tegenwoordig is, man. Kijk, vroeger... Ik heb het gevoel dat jij kan meer.
Ja, maar kijk, mijn focus ligt niet bij het rappen, man. Mijn focus ligt echt bij oké, wat voor gevoel krijg je hierbij? Is het een stijl? Kijk, is het makkelijk mee te rappen? Daar denk ik aan. Kijk, weet je wat het is, jongens? Het is allemaal mooi en aardig, maar ik ben hier sinds april, hè. En ik leef hiervan, hè. Dus mijn shows heb ik hiervan gepakt. Dus creatief gezien... Ik pak bijna geen, alhamdulillah sowieso, ik pak bijna geen, broer, ik neem bijna geen kritiek aan, man, van mensen die zeg maar nog nooit een euro in mijn zak hebben gestoken, die nu mij gaan vertellen hoe ik muziek moet maken. Nee, dat is jouw geld, man. En dan zie je van mijn leerse jongen. Bro, wat heb jij gemaakt, man? Wat heb jij gemaakt dan? Wat ik probeer te zeggen is, het zijn niet met je goed, begrijp je? Ja, maar kijk, ik wil dat niet zijn. Ik wil dat niet zijn. Ik snap wat hij bedoelt, hij hoeft niet geholpen te voelen. Ja, hij staat niet, hij moet gewoon kijken te dragen. Mijn mening is vooral, mijn standpunt in dit leven, heel dit leven is, kleine kinderen, doe normaal, ga geen dure kleren kopen, dat hoeft niet. Je kan gewoon werken. En je bent de rolmodel voor de kinderen. Maar kijk, gelukkig heb ik ook zeg maar, nu die kans om dat te zeggen. En ook bij interviews. Ja, maar eigenlijk is dat wel. Ik ben benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Waarom? Want als ik de rap een beetje ga ontleden, gaat het juist wel om die dingen. Kijk, het gaat sowieso. Kijk, luister. Ja, nee, kijk dat niet. Oké, en nu? Nu is corona. Jalla. Kijk hoeveel shows zijn gecanceld. Kijk hoeveel shows zijn gecanceld. Heel jalla, Sidi, je hebt net 3 gages gepakt vorig weekend. Smaak gewoon, Khalid. Dit weekend heb je 3 shows gepakt, hè, broer. Het geluk, je bent naar PC Hoofdstraat gegaan. Ja, gooi ja. En 4 weken lang shows zijn gecanceld. Er komt geen inkomen binnen. Hoe ga je doen? Hoe ga je nu doen? Alhamdulillah, bro. Ik ga even niks uit. Ik probeer te vragen omdat ik het niet begrijp. Omdat het een scene is die ver van mij afstaat. Bij de mensen, de meeste dingen die ik dan hoor en voorbij zie komen, is het juist wel dat? Koop dikke auto, koop dit, koop zus, koop dat. Ja. En jij zegt van nee, ik kies de beurs juist niet voor om dat te doen. Ik kies juist voor. Omdat ik zo niet ben. Ben je wel van overtuigd dat dat werkt? Tuurlijk, bro, maar ik ben ook van overtuigd dat je jezelf moet zijn. Juist. En als jij dan toevallig naar CNA gaat, bro, kijk, luister, voor hetzelfde geld was ik iemand die naar PC Hoofdstraat ging. Bro, zou ik daarover rappen? Ja, ik zou geen geld. Voor mij is daar geen, zeg maar, ook ergens geen hashma, of het is niet hashma om te werken, of plus, dit of dat. Wallah, mensen hashma. Nee, zeker niet. Wat moet ik Gucci dragen? Tahmak. Juist. Plus als iedereen gaat lopen doen, is ook op een gegeven moment, gaat ook vervelen. Hè? Al die rappers die alles over zichzelf moeten en dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Moet hij kudde gedrag vertonen en meegaan met die stijl van we rappen veel? Misschien is dit zijn stijl. Wat wij zien, is dat ook wat die jongens zien? Maar is dat de reden waarom mensen jou... volgen en naar jouw muziek luisteren? Nee, man, ik denk dat jouw persoonlijkheid is. Daar ligt hij is wel gewoon zichzelf. Daar ligt zijn kracht. Maar is dat iets wat je vaker hoort? Of is het nu, Kijk, ik hoor wel vaak, bro, je bent net als hoe je op camera's bent. Maar bro, kijk, dat is ook niet altijd zo, snap je? Soms ben ik fucking boos, bro, snap je, bro? Yeah. Maar wat jij wel kan beantwoorden... wat jij wel kan beantwoorden, en jij Gerrit ook trouwens, en Jessin ook... Die andere trainer heeft alle respect voor jullie, je weet toch maar niet zo eigen. Maar ben ik iets veranderd? Nee. Ben ik 1% veranderd als hoe jij mij kende voordat ik ooit één noot in ergens op je beat heb gezongen? Ewa bro, dat is de kunst. In de zin van... In welk opzicht? Mizan. Ja, ja bro. Adia, wat moet je doen, neef? Maar binnenkort is het bij Mo Bicep, bro. Gaan we rekenen, gelijk. Dat is meten met 2 maten. Ik zit te dolle, maar ik kan zeker beamen dat jij... gewoon lekker jezelf blijft, dan moeten we ook vooral blijven doen. Bro, ja. En dat heb ik jullie ook altijd... weet je, jullie komen altijd al, je weet toch? Ga niet, want ik heb ook andere mensen gezien in deze scene die met hun borst vooruit lopen. Bro, daar wordt niemand verantwoordelijk van. Ik ben wel van mening dat je soms wel ook echt van je af moet bijten en ook met je borst vooruit moet lopen. Als je het recht daar gematigd. Je moet weten wanneer je respect moet hebben, wanneer je bescheiden moet zijn. Maar je moet ook weten wanneer je tanden moet laten zien. Hè? Boys, ik hou van jullie, man. Ja. Dankjewel. Misschien hebben we dat nog niet gezegd. Je weet toch, misschien... Alleen maar liefde. Ja, kunnen we nou, dat hebben wij oprecht nergens nog besproken, ook niet voor deze uitzending en ook niet de keren daarvoor. Ja. Zouden wij de kijkers kunnen beloven, of in ieder geval kunnen toezeggen, dat we in de toekomst wellicht dingen samen gaan doen? Zeker, dat moeten we. Ja toch? Dat moeten we eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat het iets te lang heeft geduurd. Ja kijk, en vaak zijn het voor de hand liggende dingen, want eigenlijk was het heel normaal geweest als wij iets samen zouden hebben gedaan of zouden gaan doen. Ja. Maar ik denk dat ons ook... We hebben het zo druk, bro, dat je het niet door hebt. Ken je dat? Onlangs. Je hebt het zo druk, je hebt het niet door. Maar dan is het extra mooi dat je allebei zeg maar individueel van elkaar op plek komt. Elkaar tegenkomt op je gekke podium. Ja, man. Snap je? En ik heb dat met meerdere mensen. Bro, K.A. Ken je hem? K.A. Kennen jullie hem? Hé, hard hè?
Is mijn neefje. Ik heb me niet genoeg in. Is mijn neefje. Ik heb niet dat neefjes. Ik een is mijn neefje. Bro. Ik heb enige wat ik van hem heb gezien is die 101 bar. Ja, maar ik ga je vertellen hoe klein deze wereld is, bro. Hoe ken ik Hamza al sinds ik 12 ben, bro? En dan eindstand die man. Ja, maar is waar toch? Dat is fucking lekker. Ja, maar is die waar of niet? Nee, daar. Fuck, hoe oud was jij? 16, 17, bro. Ja, nou, toen was ik 12, nee. Waarom zeg je 12 is normaal? Ik weet nog hoe. Af je best ouder. Hij was ouder, hij was geen 12. Ja, 12. Jij bent gek, man. Ik zei eigenlijk dat je het willen. Nee, man. Daarna pas toen we jullie, daarna, bro. Daarvoor toen hij nog naar Rotterdam was gekomen, bro. Hij studeerde hier. Ja, ik studeerde niks. Mooi, man. Ik zag geen acties en zo. Ja, dat was de. Ja, toch? Allemaal daar. Toch heb ja, maar daarom, die wereld beweegt een rare gooi. Ja. Hij beweegt echt gek. Ja. Kijk, en wat wij vooral moeten doen, inshallah, en dat geloof ik in, als we ook de krachten gaan bundelen. Kartel. Ja, Kima Gertekul Gheli, dat het kartel gaan vormen. We moeten afscheid gaan nemen van die vieze regisseurs die voor ons gaan bepalen. Met alle, nee, niet met alle respect. Zonder respect. Die Shoef Shoef film van deze wereld. En dat is gewoon klaar nu. Dat is allemaal kunnen doen, bepaald. Omdat Hanema Kunesh Wajdin, deze generatie was toch niet klaar, was nog niet ready. Nu is het klaar. En als wij in eigen handen alles kunnen houden en als we ook die kans krijgen, wallah, dan gaan we laten zien aan Nederland. En als dat wij kans kapot maken. En als wij die kans niet krijgen, dan wij krijgen hem. Wij zelf af. Wij pakken hem, bro. Je bent gek, man. Pakken. We zijn viraal, baby. Anders heeft het geen kans. Wat? Kans moet je pakken. Hé, hey bro, wij wachten niet op een kans, bro. Wij nemen die kans. Het is allemaal precies. Op eigen. Ja, wat dan? Ik vind dat we terug moeten naar Moesie, toch? Moesie. Maar wacht even. Hebben wij nog iets cruciaals gemist wat we kunnen delen met Moesie of eventueel Emin? Nee, ik had Moesie vol met informatie. We moeten het spel kunnen verdelen. Nee. Kunnen we nu even naar Moesie overschakelen? Ja. Moesie, laatste tip met betrekking tot het coronavirus. Wat raad je de mensen nu aan? Nu. Iedereen die ermee bezig is, nadenken. In huis, hoe lekker leven, niet te veel mee bezig zijn, mondkapje niet wel. Wat doen we, Moes? En de scholen, Moes, de scholen. Dat is echt goede vragen, deze. Ja. Eerlijk tegen jullie. Maar maakt niks uit, heren, jullie ook mag horen. Ja. Ik wil beginnen met deze ziekte van Caroline. Die besmet hele wereld. Maar sommige. Ja, eigenlijk is het een beetje overdreven. Ja. Overdreven. Er is niks overdreven aan hem om staf aan. Laat me eens praten, als jij weet waarom. Voel je ook vrij als je wil in Engels. Engels, oké. De check die on the world now begint, is big shit happening. Maar wat kom in je accepten? You know what you see? Yes. Yes, bravo. Listen, I can some people now, they go to supermarket. I can't see too much people that go to the supermarket for speech, for badschap. Mm-hmm. Badschap, yes? Yes. Mm-hmm. Zalder is full. Kalder is full. Ow. What is the problem? Yeah. I don't know. It's fight. Yeah. It's not fight. That is ziekt. And ziekt come in the blocked. In the locked, yes. In the world. In the world. In the world. Can the people stay dark? You need in the world. Sun. Sun, the cooked, the zicked. The zicked go in. And the chief and the people come back terug. Voordat je dit zegt, we kennen wel allemaal. Als dit in het Marokkaanse, deze podcast, als dit in het Marokkaans was geweest, had hij ons allemaal afgemaakt. We kunnen allemaal leuk gaan doen. Mustafa, Tarm. Dit is voor de mensen die Mustafa nog niet kennen. Wallah, dit is onze grote broer. Hetzelfde geldt voor Mohammed, onze kleine broertje. Ook onze kleine wacht. Dit WhatsApp daarbij. Een klein broertje met de grote status. Kunnen we hem nog even geven? Mustafa. Echt heel erg Aziz. We hebben veel propaganda gedaan. We hebben het heel erg lekker gemaakt. Maar gooi, jij bent. Je bent een broer. Wallah, Zarak, ik zal hem gewoon aan. Aziz Oghali. We zijn jouw dan maar gooi af. Ken Eidik. Ik had nog te laat. Ik zeg, gooi, ga je ten terk. Ik ga hem gewoon aan. Ik een saloon, Mustafa. Toen niveau die de goeie, kulkom. Ten ik gewoon, die m'ana. Ja, ik zie het. Allah, ja, natuurlijk.
عرشي وزيد وزيد القصة طويلة واللي ما موجودش معنا واللي موجود مرحبا به الحمد لله العائلة اللي درنا الحمد لله دير أكثر من العائلة هذه اللهم لك الحمد بس نتروس الكار والله العظيم بالله ما هو الكار هي الخوت باخا إن شاء الله خفون دور ما كنيك سوى تبطكم تبدباخ نهار بيك جوني خفون the boat moved to the ace and شنيو agent يا بدول أن تخدي فوق مماش and sweep up تشولك sweep up not forget Pop, lekker, lekker. Houd het vast. En de bedoeling dat de bleef doorgaan. Allah jouti, ja. Die wacht op ons. Klopt. Dus moeten wij nog meer beste doen. Ja, om laten die mensen ook blij. Zeker. Maar bedoeld, en ik ben erg trots op jullie. Dus jullie volhouden met respect. En goede woorden wisselen voor elkaar. Laagdelijk. En ik blij als ik open mijn ogen naar het publiek. En ik zeg moeder, vader en kinderen. Wat wil je nog meer? Dat is alles. Ik wil maar al deze tijd gaan toch doen. Broeders. Hey jongens, ik wil ook even iets aankondigen. Broeders, moeten jullie niet vergeten dat jullie moeten bedanken die publiek. Die publiek is belangrijk voor mijn naam. Die stel mij als heel goed. We zijn nog niet aan het afronden. Ik heb Emmy relatief... Oké, ja. Iets als jij nog een algemene opmerking hebt. Ja, gewoon wat dingen. Hoe ervaren voor jou is een cadeautje eerst? Ja, die is voor jou. Ja, dan zou Dirk zijn jaloers op zijn. Voor misschien de laatste twee minuten, dan sluiten we hem gelijk af. Ja, we hebben dat dilemma's aan Mohammed. Hebben we nog dilemma's? Hebben we. Nee? Oké, ik ga ze gewoon doen van die andere. Patty Brad of Patricia Pai? Ja, mag wel. Ja, ik ken ze allebei niet. Doe maar eentje. Ja, Patricia Pai. Ik doe, jij doet, ik doe. Boef of Leo Kleine? Wacht even, we hebben nu Patricia Pai en Patty Brad. Maar je mag niet nadenken, broer. Je moet zeggen, Patty Brad. Belangrijk detail, Patty Brad verjaardag. Patricia Pai is boer. Boys, geen uitleg, dat is het mooie van jullie. Patricia Pai wordt bijna 65, maar het feest kan niet doorgaan door het coronavirus. Ja, kut. Oké, maar heb gelijk. Boef of Leo Kleine? Leo Kleine. Heel je leven water of heel af en toe cola? Water. Optreden met de Backstreet Boys of optreden met Gerard Joling? Backstreet Boys. Wat Turks? Backstreet Boys. Een serieus vraag. Ja. Backstreet Boys, er zit allemaal elkaar bij. Hou je. 20 minuten lopen door min 50 of één nachtje met deken op de Noordpool slapen? Wallah, is goed. 20 minuten lopen door min 50. Ja. Je min 50. Waar ga je blijven, broer? Misschien ja, maar zien. Emin, drie weken met Gattuso naar Gran Canaria. Drie weken met Gattuso, trainer van Napoli, naar Gran Canaria. Of twee weken met Patty Brad naar de Bahama's. Heel saaf. Ik heb ze allebei niet. Als je met Gattuso naar Gran Canaria. Dat is niet normaal. Gooi hem stap aan. Taxi Scherm of Taxi Kebir? Taxi Kebir is in de Gelfeloze. Gooi jij eens in. Met natte haren uit de douche voor altijd? Of kaal? Ja, daar ga je dan, hè? Ja, kaal? Ja? Ja? Geen bro, laatste namen. Nee? Oké. Dit is volgende. Volgende, Galit. Gooi je gezellig. Sorry, ik heb eentje zelf. Nee, heel snel. Rechtsback van Marokko. Eén keer spelen, daarna nooit meer. Of spits van Nederlands elftal, twee WK's. Eén keer rechtsback, hoor. Ik hou van jou. We zijn klaar, jongens. Succes. Galit.